Op weg naar Nieuw Koffiekamp is vanmorgen een gespannen situatie ontstaan tussen wetsdienaren en ontevreden kleinschalige goudzoekers. Een barricade die door de goudzoekers op de weg was geplaatst, is uiteindelijk verwijderd door de politie. De nieuwsdienst verneemt dat de gespannen situatie onder controle is. De goudzoekers van het dorp zijn verhit omdat ze niet kunnen werken. Er waren voor 3 maanden afspraken gemaakt met goudmaatschappij Sijin. De goudzoekers van het dorp mochten op een aangewezen plek goud winnen. Intussen zijn 3 maanden verstreken en eisen ze een verlenging. Vice-president Ronnie Brunswijk sprak eerder deze maand met vertegenwoordigers van Sijin om tot een middenweg te komen voor de lokale kleine goudzoekers. Sijin zou de mogelijkheden bekijken om een plek aan te geven waar de lokale goudzoekers zouden kunnen werken.